Zo. Een lekker kopje thee gezet. Ja, dank je. Kijk eens, Kim. Ik heb nog een foto van ons huis op de Oude Dijk. Ja, zeg, dat is de Oude Dijk. Nou, het zegt. God, wat leuk. Dat je die foto's bewaard hebt. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ik was een jaar of 16, denk ik, toen wij daar woonden. Ja. Dat was ook vlak nadat dat met papa. Volgens mij hebben we er maar een jaar of 5 gewoond. Ik ben gaan studeren en toen ben jij naar Amsterdam verhuisd. Ja. Ik moet nog een paar foto's hebben uit die tijd. Ja, die bedoel ik. Dan sta jij met je vriendinnen voor de deur. Oh, wat leuk. Zie je wel? Ja. Ik weet niet wie die gemaakt heeft. Ja, ik denk dat Ellen die gemaakt heeft, want die staat er niet op. Ja. Oh, kijk nou. Dat is die boekwinkel van Mark zijn vader. Oh, wat leuk. Mark is daar later een café begonnen. Is dit Mark? Ja, ja, dat is hem. Ja, was een leuke jongen, Mark. Deze? Oh ja, kijk je. Ja. Ja, dat ben ik. En dat is Evelien. Het is maar goed dat je moeder altijd alles bewaard heeft. Hier, jij mag ze wel hebben. Het waren tenslotte jouw vriendinnen. Oh mam, hartstikke bedankt. Je bent een schat. Ik ben wel benieuwd hoe het er nu zou uitzien op de Oude Dijk. Ik ga nog eens een nieuw kopje thee inschenken, want deze is ondertussen wel erg koud geworden. Ja, doe dat. Zeg nu maar. Kopje thee alstublieft. Ja. Oh, heeft u ook citroenthee? Ik zal het even vragen. Mam, hebben wij citroenthee? Ja, natuurlijk hebben wij citroenthee. Weet je dat nou nog niet? Onder in het kastje. Sorry hoor, kan niet alles weten. Uw thee komt er zo aan hoor. Ja, dankjewel. Evelien? Dan zie ik je morgen op het schoolfeest. Ja, sorry dat ik je niet kan ophalen, maar ik moet mee met mijn ouders naar mijn oma. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ik vraag wel of mijn moeder me wegbrengt met de auto. Je moeder? Kan die rijden dan?
Is er iets met je vader? Nee, maar dan vertel ik je nog wel een andere keer, oké? Heb ik nu niet echt zin om over te praten. Dat is goed. Hey, doeg! Spraakje. Nee, dit is Mark. Dit is mijn buurjongen. Oh, oké. Okay. Van de boekenwinkel. Oh. Nou, Mark, dit is Evelien. Hi. Mijn beste vriendin. Evelien. Hoi, ik ben Mark. Kan me wel even mogen. Dat is je vriendje. En het is mijn vriendje niet. We kletsen alleen wat. Huh? Ja. Ga je even mee dansen? Dankjewel. Kan ik meteen ook een tosti bestellen? Ja. Komt eraan. Oké. Heb je die antwoorden? Ja, ik heb me echt rot gezocht, maar ik heb ze gevonden. Goed, man. Oké, ik lees de vraag op, jij geeft de antwoorden, oké? Ja. Noem twee oorzaken waardoor een chemische reactie zou kunnen stoppen. Als een beginstof op is. Ja.
En bij overmaat van één stof. Oké. Een witte vaste stof wordt verwarmd bij 440 graden Celsius. Nou, laat maar. Wat is het antwoord? Nee, de vloeistof kan terugveranderen. Wat is er eigenlijk met je vader aan de hand? Is hij bij jullie weg of zo? Ik heb hem al zo'n tijd niet gezien. Doe nou, Kim. Je kan het mij toch wel vertellen, hè? Je moet me echt beloven dat je het aan niemand zou vertellen. Ook op school niet. Beloof je het me? Natuurlijk, Kimmy. Je kent me toch? Ik ben je beste vriendin. Ja. Er is iets ergs met mijn vader aan de hand. Hier zo warm. Moet nog de hele dag? Ja, surely zo. Ja, kijk dan naar mijn handen. Ze zijn helemaal groen. Ja, nog 10 maanden en dan zijn we klaar. Ja, en dan nog dat hele stuk naar huis fietsen. Hè? Leuk. Echt geen zin meer. Kan er een van jullie even meekomen? Ook dat nog? Ja, ik ga wel. Misschien moet je wel een rotklusje doen. Oh ja. Hoi. Doe je die tomaten erin, ook deze tomaten gaan erin. Ja. En ook degene die nog uit de kast komen gaan erin. En dan, als je daarmee klaar bent, mag je naar huis. Oké, ja, ik ben nog wel even bezig dan. Dan haal je vriendin er maar bij. Maar ja, die is ook nog wel even bezig om te plukken. Hoi, ik ben Danny. Werk je pas? Nee, alleen op woensdagmiddag. En jij? Iedere ochtend tot 12 uur. Maar ja, ik was vandaag wat langer gebleven. Ik ging mijn brommer poetsen. Is hij met jou? Ja, vind je mooi? Zo, ik ben hem echt te gek. Je mag toch wel een stukje achterop als je wilt. Echt? Dan kan ik je meteen naar huis brengen. Ja, dat lijkt me echt heel gaaf. Nou, zal ik je eerst even helpen met je spullen dan? Ja, kom. Wat moet er gebeuren? Kom maar. Hey, Danny brengt me even thuis op zijn brommer. Ja, ik haal morgen mijn fiets weer op. Zie je morgen. Thank you.
Alsjeblieft. Dankjewel. Kan ik meteen even afrekenen? Ja. €4,20 alsjeblieft. Ja. Ik heb niet kleiner dan 50. Is dat erg? Nee. Nee. Hou maar 4,50 af. Ik ga het binnen even wisselen, oké? Ja, oké. Goedemiddag. Deze dan? Nee, doe me niet. Zo leid! Hé, meisje. Kijk dan. Nee. Oké. En deze? Oh, die is wel cool. Draai ze om. Zo, meiden. Hebben jullie een keuze gemaakt? Ja. Mooi. Welke wordt het? Ja, deze. Leuk. Beetje zo schuin. Ja, staat je goed. Ja, hij is echt cool. Ja. Wat kost die? €20. Jeetje. Waar ga je dat van betalen dan? Ja, ik heb nog wat geld van mijn vader gekregen. Mooi. Deze doen dan maar? Ja. Oké. Okay. Gaan we voor je inpakken. Echt een goede keus. Leuk hè? Kan je goed staan. Ja joh, we zijn even in de stad geweest. Ik heb echt een superleuk hoedje gekocht. Ja, we hebben al die hoedjes gepakt. Laat eens kijken. Laat het blitzhoedje dan maar eens zien. Oh nee, dat is echt heel mooi. Ja, tof. Hij staat je helemaal niet. Hij staat mij veel beter. Ik had je nog gewaarschuwd, maar jij moest dat ding zo nodig voor mijn neus wegkapen. Zonder van je geld. Natuurlijk, geef mij maar weer de schuld. Lekker makkelijk, hè? Iedereen overal de schuld van geven. Je bent net als je vader. Maar nu zit die mooie wel in de baaiers. Die pet is zeker ook van gestolen geld, of niet?
kopje koffie? Ja. Twee koffie graag. En heeft u appel gebakken? Ja. Ja. Sorry, juffrouw, maar ik denk dat je je vergist hebt, want ik heb te weinig geld teruggekregen. Nou, ik weet zeker dat ik je genoeg heb teruggegeven, dus je zou jezelf wel verrekend hebben of zo. Nee, moet je kijken. Ik heb 50 euro gegeven en ik krijg dit van je terug. Dan kom ik toch 10 euro tekort? Ja, dan kan ik nu niet meer controleren. Misschien heb je die 10 euro wel zelf in je zak gestoken. Maar die truc kennen we. Pardon? Wat krijgen we nou? Je beschuldigt me hier van diefstal. Wat is hier allemaal aan de hand? Ja. Ik word haar beschuldigd van diefstal. Ik kom 10 euro tekort. Die heeft ze me gewoon niet teruggegeven. Mijn dochter zal zich wel vergist hebben. Ik heb me helemaal niet vergist. Ik heb dat bedrag gewoon goed teruggegeven. Ja, dat zal wel weer. Wat krijgt u nog, mevrouw? 10 euro. Geeft die vrouw die 10 euro? Schiet op. En dan binnen jij. Dankjewel. Sorry hoor, mevrouw. De jeugd van tegenwoordig. Dat van mijn dochter net was echt niet netjes. Maar je moest eens weten wat je hier af en toe met de klanten meemaakt. Niet netjes, Evelien. Niet netjes. Jij flikte mij vroeger precies hetzelfde. Je dochter heeft alleen niet net zo'n grote mond als jij. Ze is al even onbetrouwbaar als jij vroeger ook was. Kim? Kim, ben jij het? Maar Kim, toe nou. Ik was toch je beste vriendin? Kim, toe nou. Ik was toch je beste vriendin? Ik ben je beste vriendin. Ik ben je beste vriendin. Ik ben je beste vriendin. Ik ben je beste vriendin.